Tja, we gaan het hebben over de Energie Service Company, de ESCO. En ze zoekt een totaaloplossing waarbij ze geen financiële risico's draagt en meer zekerheid heeft over de resulterende energiebesparingen. Een Energy Service Company? Daar heeft Aisha geen kaas van gegeten en dus contacteert ze Pieter, een facilitator die haar bijstaat met onafhankelijk advies. In overleg met Aisha besluit Pieter om op zoek te gaan naar de geknipte ESCO en bemiddelt een energieprestatiecontract. In dit contract verbindt de ESCO zich om 30% op de energiefactuur van Aisha te besparen. Dit doet de ESCO door een mix van maatregelen, waarbij nieuwe technologieën worden geïmplementeerd en bestaande installaties worden aangepast. De ESCO neemt de financiering van deze maatregelen voor zijn rekening en Aisha gebruikt de besparing op haar energiefactuur om gedurende de looptijd van het contract de ESCO te vergoeden. Bovendien heeft de ESCO er alle baat bij om zo efficiënt mogelijk te werken. Zijn beloning is immers rechtstreeks gelinkt aan de energiebesparing. Bij tegenvallende resultaten zal hij dus zelf het verschil moeten bijpassen. De energiebesparing wordt daarom nauwkeurig gemeten, zodat Aisha zich geen zorgen hoeft te maken over het resultaat. Zo bespaart ze energie, geld en tijd. En als vele bedrijven samenwerken, kan er mogelijk nog meer worden bespaard. Ook benieuwd over de mogelijkheden van ESCO's voor uw bedrijf? Kijk dan voor meer informatie op www.agentschapondernemen.be/ESCO. Nieuwe gast aan tafel. Aan tafel zit inmiddels Wouter Pietersen. Wouter, je bent procesbegeleider van de ESCO's, de Energy Service Companies. We zagen in een introductiefilmpje dat gaat over België, volgens mij zo te horen. Daar kan geen twijfel over bestaan. Kun je er iets over zeggen? Is dit misschien hoe het in België werkt, maar is dit ook hoe het hier werkt? Of hoe het zou moeten? Is dit de toekomst? Het zou hier in Nederland ook op deze manier kunnen werken. Ja. Maar hoe het precies gaat werken, dat moeten we goed uitzoeken. Maar misschien kun je iets zeggen over het principe van de ESCO. Hè? Misschien kun je daar iets mee over zeggen. Waar het om gaat is dat er is natuurlijk in Nederland, we moeten huizen van het gas af. En dat vraagt om isolatie in veel gevallen. Energie besparen en dat soort dingen. Waar een ESCO over gaat is dat je een prestatiegarantie kan leveren. Dat je energie gaat besparen. En dat de ESCO ook de maatregelen regelt, zowel financieel als technisch. Dus ze komen kijken inderdaad van wat heb je nodig om energie te besparen. Dan gaan ze uitrekenen welke isolatiemaatregelen er in jouw situatie het beste is. Maken daar een business case van. En dan, grosso modo, krijgen dan een prestatiecontract. En dan garanderen ze een bepaalde energieprestatie. En het idee is dat je woonlasten gelijk blijven. Okay. Dat is even het uitgangspunt wat wij in ons project hebben. Je schetst een beeld, mooi hè, als voor de particulier, dat zou je voor mij doen. Je zegt eigenlijk tegen mij, ik neem het van je over, ik zorg ervoor dat jij bespaart. Ja. En jullie verdienen erop. Ik zag het filmpje voorbij komen dat het voor zakelijke markt was. Is het beide kanten, zakelijk en privé? Wij in ons project willen we dus echt dat wijken CO2-neutraal worden. Dus ik kan ook voorstellen dat kleine bedrijven die in de wijk zitten ook worden meegenomen in de ESCO. Okay. Maar ons project is er ook zo op gebaseerd. Er bestaan ESCO's op de kantorenmarkt en dergelijke. Bestaan ze wel, worden in Nederland heel slecht gebruikt. Hè. Je ziet dat wel in het buitenland veel gebruikt worden, maar in Nederland gek genoeg niet. Wij richten ons wel op woningen. Ik ben even kwijt waar ik... Maakt niet uit. Waar sta je op dit moment? Want wil je ze oprichten? Waar richt je je op? Hè? Wil je de eerste ESCO's wat wij willen doen is echt vanuit de wijk proberen de ESCO te ontwikkelen. Goed naar de bewonersprocessen kijken. Wat zijn nou de behoeften in de wijk? En van daaruit te gaan kijken van waar we moeten een ESCO aan kunnen voldoen om inderdaad te kunnen vliegen. En dus ook samen met bewoners en met het lokale bedrijfsleven en de overheid een dergelijke ESCO op te zetten. Ja. Dus niet commercieel. Ik zit even te denken. We hebben die wijk van de toekomst. Dat zijn er nu een stuk of 20. Ik zei al eerder, we willen naar 200 in een aantal jaar tijd. Wat zijn nou de wijken waarvoor dit nou echt een geschikt instrument is? Wat voor wijken ben je nou op zoek? Nou, in principe moet het in elke wijk kunnen. Okay. Dus ook in het buitengebied? Want er zijn overal zijn de situaties waar mensen niet in staat zijn zelf hun huis te verduurzamen. De financiering rond te krijgen of het technisch inzicht gewoon niet hebben. De keuzestress, wat is nou de goede isolatie, wat moet ik nou kiezen?
En dat heb je eigenlijk overal. En in onze visie moet een ESCO in elk gebied kunnen werken. En, dus dat is ook wel iets wat, daarom werken we ook van onderaf. Om goed te kijken, wat zijn nou die behoeftes en wat moet een ESCO kunnen? Maar je schetst eigenlijk een soort businessmodel. Ja? Je neemt dat van mij over. Dat betekent dat er ook een bedrijf moet worden opgericht? Of welke rechtsvorm leunt dat op? Moet dat stichtingen worden? Of welke vorm krijgt dat? Ja, dat is iets wat we dus echt moeten gaan uitzoeken. Het gaat heel erg om, vertrouwt een bewoner de ESCO? Hè? Je gaat toch een lange periode aan met zo'n bedrijf. Dus waar wij naar zitten te kijken, dat het toch iets van een overheidsgedomineerd bedrijf is. Een NV of iets. Maar wat precies moet worden, dat weten we niet. En we weten wel dat energiecoöperaties daar een rol in moeten kunnen spelen. Bewonersorganisaties daar een rol in zouden moeten spelen. Overheid, maar ook het lokale bedrijfsleven. En dat is iets wat we met elkaar moeten gaan uitzoeken. En het zal nog wel eens per wijk of per regio anders ingericht kunnen worden. Okay. In het vorige gesprekje maak je ook een soort splitsing tussen, toen noemde jij het woordje maatschappelijke ESCO. Mm-hmm. Toen vroeg ik wat je bedoelde, toen zei je, ja, daarnaast staat een soort commerciële ESCO. Ja. Dat is eigenlijk niet waar je naar streeft, hè? Je wil iets hebben wat uiteindelijk ook maatschappelijk gedragen wordt. Zeker, omdat in wijken spelen allerlei problemen. Dat is niet alleen maar met de energietransitie te maken. Eigenlijk is er een grote renovatie nodig van heel veel wijken. Dus om het betaalbaar te houden en de rendementen ook terug te laten vloeien, bijvoorbeeld in de wijk, heb je een maatschappelijke component nodig. En daarom moet je echt goed kijken naar het eigenaarschap van een bedrijf zoals deze. Dus welke rol hebben daar bijvoorbeeld de bewoners zelf in? Ook om het vertrouwen te hebben van, ja, ik ga met dit bedrijf in zee, maar ik ben er bijvoorbeeld ook een stukje eigenaar van. Ja. Is het zo, hè, in zo'n ESCO-constructie heb je heel veel voorfinanciering nodig. Ja. Dat je het van mensen overneemt voor isolatie, voor installatiemaatregelen. In Ermelo ging het al even over 12.000 euro per woning. En dat is dan nog maar 50%. Dus laten we even zeggen 24.000, 25.000 euro per woning. Mm-hmm. Heb je al zicht op hoe je die voorfinanciering bij elkaar krijgt? Welke partijen we daarvoor garant willen staan? Ja, kijk, we weten dat gemeenten en provincies kunnen gewoon voor dit soort enorme bedragen, hè, al die huizen in Nederland, kunnen ze niet garant voor staan. Nee. Dus je moet een bepaalde schaal proberen te creëren waardoor je interessant bent voor fondsen. Ja. Dus pensioenfondsen, maar ook Europese fondsen, InvestNL. Of, dus daar de grote financiële partijen. Precies. Ja. Dus een wijk is dan vaak gewoon te klein. Ja. Dus dan kijk je gemeentelijk, maar ook regionaal. Hè. Zoals in de Achterhoek gaan we met 4 gemeenten aan de slag. Is kijken van hoe zouden we nou een regionale ESCO kunnen regelen. Maar dat betekent dat je een soort van back-office hebt. Hè. Dus waar je de financiële en de aspecten, de juridische aspecten, de prestatiegarantie en dergelijke afdekt. Maar tegelijkertijd probeer je ook zoveel mogelijk in de wijk te doen. Dus ik kan me ook voorstellen dat daaronder bijvoorbeeld een wijk-ESCO zit. Of wat veel persoonlijker is voor de bewoner en waar een bewoner ook zeggenschap over kan hebben. En waar misschien ook een dochterorganisatie. Bijvoorbeeld. Ik heb eigenlijk nog één laatste punt dat ik wil raken voordat we naar de laatste gast gaan. Dat is een punt wat eerder voorbij kwam, dat gaat over betaalbaarheid. Hè. Ja. We zagen mensen aan het woord van, nou ja, een beetje aan de onderkant en de slechte financiële situatie is dat niet te doen. Mm-hmm. Ik denk dan, oké, waarom zou het een ESCO dan wel lukken met een businessmodel om daar nog aan te verdienen? Hoe zou dat kunnen? Hè? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Wij denken dat door veel meer collectief te gaan kijken naar het systeem, naar de hele wijk, dat je dan ook veel meer een gezamenlijke business case kan bouwen. Wat je ziet bij commerciële bedrijven, die kijken dus echt naar de rendabele huizen. En die halen ze eruit, de krenten uit de pap. En dan blijven de onrendabele huizen over. Of waar mensen geen financieringsmogelijkheden hebben, maar weet ik veel wat. En die blijven eigenlijk liggen. En wat je eigenlijk wil, is dat je dat meer socialiseert. Ja. Dus dat je de winsten die worden gemaakt op die huizen die goed te doen zijn, ook kan gebruiken in de wijk. Bijvoorbeeld voor mensen die in een armoedesituatie leven en geen leningen aankunnen. Ja. Waardoor je die... want uiteindelijk, als je van het aardgas afgaat, moet iedereen mee kunnen. En wij denken dus dat... Een soort solidariteitsprincipe wat er haast Dat zit er ook in. En het betekent niet dat nou per se mensen die in een rendabel huis wonen per se meer moeten betalen. Het betekent alleen dat de winsten die normaal gesproken een commercieel bedrijf zou maken, terug kan vloeien in de wijk voor je buurman. Ja, mooi. Ja. Helder. Dankjewel voor deze introductie op de ESCO's. Ja, succes.